voorzijde op de plint van het beeld. En dat is een driehoek. Ja. En in dat driehoekje, daar staat er een teef verstopt. Dat is Tjipke Visser. Het is in graniet gemaakt. En het is natuurlijk een fantastische houding die we hier zien. Vertel eens wat over de beeldhouwer. De beeldhouwer is geboren in Workum. En we zien dan ook dat de eerste schreden die hij zet op het gebied van de kunst, of eigenlijk de toegepaste kunst, dat is de vervaardiging van onder andere wat aardewerk, volksaardewerk. Dan hebben we het over de tijd van rondom 1900. Mm-hmm. Hij gaat in 1907 van Workum naar Bergen. Naar de kunstenaarskolonie. Kunstenaarskolonie. Okay. En is eigenlijk daarmee een van de eerste kunstenaars die zich daar vestigt. En min of meer daarmee de eerste schreden zet voor wat allemaal daarna gaat komen. Een belangrijke kunstenaarskolonie. Trendsetter. Ja. Die heb jij in huis. Zo is het. Daar overlijdt hij ook in 1955. Hij valt wat dat betreft in een traditie van beeldhouwkunst, zoals die ook gemaakt werd door Hildo Krop. Misschien zelfs wel iemand als John Redeker, die we allemaal kennen van het monument op de Dam. Ja, wat we hier zien is echt een heel mooi voorbeeld van het werk van Tjipke Visser. De eerste jaren is hij bezig met de weergave van vooral het vissersleven. Die je dan ook meer eigenlijk wat klassieker zou kunnen noemen. Dit is een beeld dat we moeten plaatsen in de jaren 30. Dit is echt nog, laten we zeggen, een voortvloeisel uit de Amsterdamse school. De stijlbeweging. Wat zijn dan de kenmerken van die Amsterdamse school? Wat je hierin terugziet? Het is ook de symbolische weergave van een gevoel, in dit geval. En ik geloof ook dat daar een verhaal is rondom een gevoel, ja, dat hier bij dit beeld speelt. Ja, dat klopt. Ze heet De Aanvaarding. En het is aangeschaft door mijn grootmoeder toen zij scheidde van mijn grootvader. En achterbleef met drie jongens. In welk jaar hebben we het dan al? 32 zijn ze gescheiden. Dus niet echt gebruikelijk waarschijnlijk? Nee, dat was niet echt gebruikelijk. En ze heeft dit beeld, is het verhaal, en dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen kloppen, gekocht met het afrekenen met de scheiding wellicht. Ja, dan is het zeker een emotioneel beeld. Ja, dus het... En je gaat er ook meteen anders naar kijken eigenlijk. Dat is ook zo, dat ben ik je eens. Grappig. Ja. Ja, ik kan niet anders dan ook wijzen naar de bijzondere manier waarop het is gehakt uit dit stuk graniet. Ik bedoel, kijk naar die kuiltjes in de rug. De houding, de lijnen van het lichaam in zijn algemeenheid, dat is echt heel knap gedaan. Het ziet er niet echt Nederlands uit, het gezicht van deze vrouw. Hebben jullie dat ook? Ja, het heeft misschien iets Indonesisch. Ja. En dat is op zich niet zo'n hele gekke insteek, want dat is ook een belangrijke inspiratiebron geweest voor de Amsterdamse school als stijlbeweging. Hartstikke mooi. Nou, grote emotionele waarde. Grote emotionele waarde. Economische waarde is eigenlijk niet van belang, maar daar draait het toch uiteindelijk om in dit programma. Ja. Stel dat je dit beeld ergens zou willen kopen en je komt het tegen. Je komt het tegen op een beurs en er staat op een sokkel mooi te wezen. Dan denk je dat je mee moet brengen 20.000 euro. Holy Moses. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat had ik niet verwacht. Dat had je niet verwacht. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Hoe was het? Het was leuk. Ja. Nou, een kleine tegenvaller, maar dat maakt niet uit. Ik heb hier een schilderij van de Laarnense school. Ja. En dat laat het ook zeer, et cetera. Maar het heeft net even naast gelegen, blijkbaar. Oh, ai. We hebben nog wat aan de lijst, dus de lijst bleef er nog wat aan. Gewoon terughangen, niks. Zo is dat, bedankt hè. Ja hoor. Een klein schilderijtje van een schilder die we eigenlijk nooit zien bij tussenkunst of iets. Aan de voorkant is er ook helemaal geen signatuur te zien. Gelukkig staat er aan de achterkant een mooi stempel. Het zou gaan om een werkje van Frans Ratzinger, Duitse schilder. Nou ben ik wel heel nieuwsgierig hoe u daar aangekomen bent. Het schilderij komt bij mijn oom en tante van me vandaan. De oom met name was een pleegzoon van de familie Stodel uit Amsterdam. En dat is een vrij bekende antiek familie. Deze schilder, die Frans Ratzinger, is geboren in 1895. Deze schilder heeft een bijzondere relatie met Nederland. Dat is heel grappig natuurlijk. Hij krijgt daar contact met een beroemde kunsthandelaar, Jack Vecht. En in 1931 organiseert Jack Vecht de eerste tentoonstelling van Frans Ratzinger in Amsterdam. Vanaf die tijd komt de kunstenaar regelmatig naar Amsterdam om te exposeren. Ratzinger is trouwens in 1983 overleden. Omdat hij zich zo oriënteerde over de verschillende stromingen, heeft Ratzinger ook veel schilderijen gemaakt die een magisch-realistische lading hebben.
En daar was hij een voorloper naar. En werken van deze schilder in Duitsland.